was het nieuws. Radio 1, Kobe Ilse. Touché. Onze gast vandaag is een van de belangrijkste politieke figuren uit onze vaderlandse geschiedenis, maar daarvoor heeft hij een prijs betaald. Wilfried Martens nog een uur lang openhartig in Touché. Frank van der Linden, zanger van de mens, is net 50 geworden. Je hoorde hem met wij. Touché. Iets ouder al is onze gast vandaag, Wilfried Martens. Hoe oud bent u, meneer Martens? Ik ben 76. 76. Dan was u jong toen Brik Schotten kampioen was? Absoluut, ik zal nooit vergeten. 22 augustus 1948. Ik was toen 12 jaar oud mm -hmm. en uh, televisie bestond nog niet. En wij speelden altijd op straat in de Witte Moer in Sleidingen. Um, en we hadden tijdens de oorlog moesten wij te voet naar school. De ganse groep, mijn broers en de andere kameraden uit onze straat. En dat was op een afstand van drie kilometer. En we gingen s'morgens, s middags kwamen we terug om thuis te eten en we gingen opnieuw naar school. Maar na de oorlog kregen we een fiets. En dat was een godsgeschenk. Ja, omdat u dan brik kon na nadoen. Ja. En dus ik zal nooit vergeten. We lazen natuurlijk de kranten. We lazen uh, Sportwereld, dat toen al bestond met Karel van Wijnendalen. Uh -huh. Het volk ook en dergelijke meer. Maar ook de radio. En ik sloop weg die zondag om thuis te luisteren. En dus ik heb toen vernomen dat hij wereldkampioen werd. En ik heb een artikel geschreven dat binnenkort zal verschijnen. Ik heb dat allemaal nagekeken het was een ongelooflijk iets. En ik heb dus altijd heel grote bewondering gehad. Hij was de Flandrien. Ja, de oer-Flandrien. Oer-Flandrien. Oekig, werkend, met een ongelooflijke winstkracht. Mm -hmm. En dus trouwens dat jaar was hij tweede geworden. In de ronde van, van Frankrijk, Bartali. Ja. Gino Bartali had de ronde gewonnen. En het was een van zijn concurrenten in Valkenburg, samen met Fausto Coppi en met Ferdie Kubler. En dus uh, Coppi wou niet na de overwinning van Bartali in de ronde van Frankrijk dat hij ook wereldkampioen werd. Ja. En vanaf het begin ontsnapten renners. En Brik Schotten was erbij. Het was 27 keer uh, uh, een ronde met de Kouberg die nog op, waar nog kasseien lagen. En dus uh, toen Brick Schotte en zijn medevluchters 15 minuten voorsprong hadden, zijn Coppi en Bartali afgestapt onder het gejoel en het protest van het publiek. <laughs> en er bleven maar enkele renners over en ze kregen krampen op het einde. En Ferdi Kubler, heb ik gelezen, uh, viel van zijn fiets door de krampen. Om. Om u te zeggen wat dat toen betekende. Ja. Heeft u hem ooit ontmoet? Ik heb hem ontmoet later. Ik heb veel gefietst aan de kust meer bepaald. Ik herinner mij dat was in Middelkerke dat we dus uh, deelnamen aan ja, een fietstocht. En Prik uh, wist dat ik al dik was. In interviews uh, over hem gesproken had, dan zeer ja. positief gesproken dat. En hij zei tegen mij: Ja, we gaan toch niet koers nu <laughs> <En> <laughs> als vrienden. En, en, want ze zeggen altijd, je mag je idolen nooit ontmoeten. Dat zeggen ze toch. Viel het tegen om hem te ontmoeten? Nee, als mens? het viel enorm mee. Ja? Het viel enorm mee. Hoe, heb je hem, hoe, hoe zag je hem als mens? Wat voor iemand was dat? Ik zag hem... Iemand met dezelfde mentaliteit als uh, in ons gezin. Uh, natuurlijk, hij was ouder dan ik zelf. En uh, die zijn opgang heeft gemaakt op een ongelooflijke manier. De inzet... Betalen als persoon. Paye de sa personne. Dat was het, hè. In mm -hmm. de klassiekers. Twee jaar later, trouwens, in 50, heeft hij opnieuw het wereldkampioenschap gewonnen in Moorslede. En dat had voor mij ook een heel speciale betekenis. Waarom? Degene die hem eerst feliciteerde was Baldwin. 1950. Hij was nog geen koning. Hij was nog geen 21 jaar. Hij was koninklijke prins. Ja. En ik zie dat nog altijd voor mij, die foto's in de kranten. En ik moet natuurlijk terugdenken aan Boudewijn, die ik dan veel later heb leren kennen. Het waren de eerste weken en maanden dat hij staatshoofd was. Hij was nog geen koning. Een jaar later is hij koning geworden. Hij was ja. koninklijke prins. En dat alles is bij mij verbonden. En dus Hans, uh, uh, dat epos van Brick en dan ook de figuur van Baldwin, die ik later heb leren kennen, als ik die samen zag en nadien opnieuw bekeken op de foto. In 1950 werd Brik Schotten opnieuw wereldkampioen. Ja. U zei daarnet, ik heb er een artikel over geschreven. Waarvoor? Er verschijnt binnenkort een belangrijke uitgave over het 100-jarig bestaan van sportwereld. En dus de redactie heeft gevraagd aan talloze personen om een sportevenement dat hen beïnvloed heeft, of dat zij heel belangrijk vonden om daarover een artikel te schrijven. Ja, afsluitend vraagje van dit blokje. Je bent gaan fietsen met Briek. Wie heeft er gewonnen? We hebben niet gekoest. Nee. We zijn naast elkaar gereden en verteld. Maar had je het gevoel dat hij hem er kon afrijden? Nee, 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 nee. Dat niet hoor. Hij was toch altijd fris hè, op dat moment. Hmm. Robert Palmer met Best of Both Worlds. Wilfried Martens is onze gast vandaag. Een man die 40 jaar toppolitiek gedaan heeft en daar ook wel een prijs voor heeft moeten betalen. Want niet zo heel lang geleden was er een uitzending, mijn vader heette die, op, uh, op Canvas. En um, uw dochter Anne werd daarin geïnterviewd, u heeft er daarnet al naar gerefereerd. En ze zei iets, ze maakte vergelijking met Jean-Luc Dehaene, We gaan eens luisteren. Ik herinner mij niet dat mijn vader uh, naar mijn neuswerk vroeg uh, of daarnaar keek. Uh, dat was mijn moeder die dat deed. En uh, ik had toen juist gehoord dat Jean-Luc Dehaene ja, uh, voor zijn kinderen. Vertel het op, verhaal nog eens opnieuw. Op stal schreef? <laughs> <laughs> ik had dat nooit gedaan. Wat? Wat deed hij? Op stal schreef, ja. Die, een briefje aan zijn deur: van... Uh, papa, wilt je. <laughs> Dat opstaan schrijven en die dit dan nog als hij thuis kwam. Ja, het is leuk om terug, te om terug te horen, maar eigenlijk is het ook wel wat vaderkritiek. Je was er niet, papa. Jazeker, uh, mijn oudste dochter Anne drukt zich uh, over het algemeen nogal radicaal uit. Mm -hmm. uh, ik weet niet of het juist is dat Jean-Luc de Haan de opsteller schreef voor zijn kinderen. Mm -hmm. Ik was opgeslort door mijn job als eerste minister. Ik bracht wel tijd door met mijn kinderen. We, tijdens de weekends waren we altijd aan zee in Oostuinkerke. Uh, we gingen samen tijdens de grote vakantie op verlof en dergelijke meer. Maar het was eigenlijk ook tegen mijn beginselen. Of tegen mijn opvatting dat ik de opstellen van mijn kinderen zelf zou moeten ja, schrijven. Maar ik denk niet dat het over de opstellen gaat, meneer Martens. Dat nee, het is een ging niet voor, voor de opvoeding natuurlijk. Hè? Ja, maar uh, ik hoopte dat ik wat ik deed voor mijn kinderen toen, hè, Chris, mijn oudste zoon, en voor Anne, mijn oudste dochter, dat wat ik deed ook een voorbeeld was. En het is juist dat ik daarin volledig was opgeslorpd. Ja. En dus dat ik uh, geen oor had naar hen op bepaalde ogenblikken. En dat is inderdaad de prijs die je betaalt. We hebben het al besproken. Sommige politici kunnen zich losmaken. Gekomen thuis. En dus de wereld van de politiek. En van de verantwoordelijkheid die, je draagt, die ze dragen. Uh, zetten ze opzij. Kunnen ze opzij zetten. Maar u terecht. kon dat niet, zei u daarnet. Hè? En dat kan ik niet. Uh, ik was daardoor helemaal opgeslopt. En uh, ja, de kinderen betalen daarvoor ook een, ja, een zekere prijs. Wat, wat ik dan ironisch vind, u heeft zelf uw vader op zeer jonge leeftijd verloren, daar hebben we het er net over gehad, u was zeven jaar oud. Dan zou ik denken, u gaat net bewijzen dat u zelf wel net die vader wil zijn die er wel is voor zijn kinderen. Speelt dat niet mee? Dat speelt dus zeker mee. Je kunt ook niet zeggen dat ik geen vader was voor hen. Mm -hmm. Uh, dat ik me niet uh, bezig hield met bepaalde uh, ja, opdrachten die ze zelf hadden, en soms zelfs geen onvoldoende aandacht had voor hen, dat geef ik grief toe. Uh, maar ik was een vader voor hen. Huh? We hebben, uh, in die twaalf jaar hebben wij uh, veel samen beleefd doorgemaakt. Ook erge dingen. Ja. Het ongeval van mijn oudste zoon, Chris. Chris. De handicap die hij heeft, hij is steeds uh, een, een gehandicapte man, hij is nu 47 jaar, mm -hmm. is nog altijd in een kliniek. Voor de mensen die het niet weten, hij, heeft, of hij is een been verloren in een auto-ongeluk. In een auto-ongeluk? Ongeval, ja. In 1977, als ik me niet vergis. Klopt het dat u toen in een vergadering zat en dat u die vergadering bent blijven voorzitten? Ik was dus voorzitter van een heel belangrijke parlementaire commissie. Ik was nog geen eerste minister. Uh, maar ik was voorzitter van de CVP. We bespraken in het parlement uh, een wetsontwerp, uitvloedsel van het Egmondpact. Mm -hmm. En ik zat de commissie in de Kamer voor. Um, en tijdens een onderbreking, niet bij het begin van de vergadering, maar tijdens een onderbreking is een van de leden van de commissie, mijn vriend Paul de Keersmaker, mij komen zeggen, hij was opgebeld vanuit Estepona in Spanje, dat mijn zoon Chris een zwaar ongeval had ondergaan. Mm -hmm. Hij had niet veel meer informatie. Het is de fameuze afschuwelijke dag dat het incident is gebeurd in een gesprek tussen... Leotindemans eerste minister en de partijvoorzitters van de regering toen in de Lambermont-residentie, waar veel over geschreven is nadien, een dramatisch vijandig gesprek waar ik ook aan deelgenomen heb en waar ik gezegd heb, mijn zoon heeft een zwaar ongeval ondergaan. En dan heeft André Kools, die dus een van de voorzitters was, gezegd, je moet onmiddellijk vertrekken. Paul van der Boenlands was er ook. Die was toen minister van Defensie. En die heeft gezegd: uh, neem het vliegtuig naar Spanje. Ja. We moesten vliegen naar Malaga. Maar eigenlijk denk ik, als ik u, als ik u bezig hoor, meneer Martens, was u dat niet van plan? Ik was dat wel van plan. Toch? Ik was dat wel van plan. Want het, het belang van de vergadering, van de, vergadering ja. van de parlementaire commissie was afgelopen. Er was een, uh, een dramatische bijeenkomst bezig tussen de eerste minister en de voorzitters van de partijen van de regeringsmeerderheid. En dus ik heb het gezegd wat er gebeurt, want ja, zij wisten ja. dat niet. Klopt. Uh, en dus we zijn, ik ben dan met een regeringsvliegtuig naar Spanje vertrokken. Ja. U, u parafraseerde daarnet uh, André Kools. Klopt het dat hij letterlijk zei, wij leiden hier een zotte leven. We offeren onze tijd, onze vakantie, onze familie op. Waaraan eigenlijk, in godsnaam Wilfried, wat zit jij hier nog te doen? Dat is juist, dat heeft hij gezegd en heeft het initiatief genomen, Mocht niet vergeten. Nadien kan men uh, daar beschouwingen aan wijden en over spreken. Vergeet niet het feit dat ik, ik was geen minister, met een regeringsvliegtuig naar Malaga ben gevlogen, mm -hmm. heeft parlementaire vragen opgeleverd. Oh. Ja. Met kritiek. En het, dus, ja. het was voor mij klaar en duidelijk. Dat ik naar Ginder moest vertrekken. Maar ik zat. Ik had de vergadering van de parlementaire commissie voorgezeten. Na de vergadering, of tijdens een onderbreking, is Paul de Keersmaker mij komen zeggen. wat er gebeurd was met Chris. En dan op hetzelfde moment, in die dramatische sfeer. van ruzie, heftige ruzie. en zware incidenten waarbij de regering dreigde te vallen. Wordt die vergadering nog belegd? Men kan mij verwijten dat ik daar nog aan deelgenomen heb. Ik heb toen mijn collega's op de hoogte gebracht. Mm -hmm. Maar omdat... het doet mij een beetje denken aan, aan Jean-Luc Dehane, die zijn kleinkind verloren is. In de voormiddag is, in de namiddag was die weer volop aan het werken. Ja. Dan denk ik, dat is een onmenselijke stil, die politiek. En je, je moet een prijs betalen die, die niet te betalen is, waar je slachtoffers maakt binnen je familie. Ja. Dat is juist, en ook in de weken nadien, want gelukkig hebben we dan Chris kunnen overbrengen uh, met een speciaal vliegtuig naar Leuven. Daar is zij wekenlang in intensieve geweest. Uh, na mijn hartoperatie heb ik in dezelfde kamer gelegen, mm -hmm. maar ik was er beter aan toe, gelukkig, ja. huh, na mijn hartoperatie. Weet je dat nogal? En dus wekenlang. Zat ik gevrongen toen. Chris was terug. Hij werd behandeld. We gingen bij een schoonzuster wonen in Kesselo in de buurt uh, van Leuven. Maar iedere dag, gedurende weken, mm -hmm. zijn we hem gaan bezoeken. Uiteindelijk is hij gered geworden. Ja, na amputatie van zijn linkerbeen. En natuurlijk nadien is er een veel grotere... Handicap voor hem opgedoken, ja. waardoor, waarvoor hij nog altijd behandeld wordt. Hoe zwaar weegt dat op u nu nog? Dat weegt heel zwaar. En ik heb ook in mijn memoires geschreven dat ik dus, sommigen zeiden dat ik uh, niet zo actief meer was in een bepaalde periode. Ik heb pogen uit te leggen dat ik daar ieder moment mee leefde en dat het dus, mm -hmm. uh, ja, als je de beide moest combineren. Eerste minister zijn en dan uh, gedurende weken, en nadien, toen was ik nog voorzitter, nadien toen ik premier was, toen zijn psychiatrische ziekte uh, opdook, uh, daarmee leven uh, gedurende weken, maanden, geen uitzicht hebben. Uh, natuurlijk na jaren verwerkt je dit, maar dat verdwijnt nooit. Dat verdwijnt nooit. Ook vandaag niet. Uh, Geleerd daarmee leven in zekere zin, maar de zorg en uh, het uh, uh, drama dat je beleeft, dat verdwijnt nooit. Oké, okay. Het is uh, half één, hoofdpunt uit het nieuws. This is not America. Nee, dit is Vlaanderen waar Wilfried Martens wereldberoemd is. En hij is ons, ook onze gast vandaag in uh, Touché. Meneer Martens, u staat al jaren ook in de belangstelling van de media. Heeft u die zien veranderen? Naar politici toe? Ja, natuurlijk. Destijds, uh, toen ik op politiek vlak uh, zeer actief begon te zijn. Waren bijvoorbeeld de journalisten van de geschreven media bepalend, ook in hun commentaren? Mm -hmm. Manu Ruijs, is... Karel de Witte, Zef Klaas, Emile van Kouwelaert enzovoort. Ja. Deze in hun commentaren en ook in het persoverzicht, dat was, had een zeer belangrijke invloed. Nu is er, komen ze veel meer dan toen, want toen was het alleen het persoverzicht. Mm -hmm. Nu wordt het. Wanneer ik de ochtend beluister, en ik doe dat nog altijd, wordt dat verschillende keren geciteerd. Was... Maar zij hadden een zeer reële politieke invloed. Ja, maar als je dan ziet dat tegenwoordig regeringen vallen over sms'en naar journalisten en van die dingen, wat denkt u dan? Dat is een, andere, dat is een totaal andere vorm van interventie. En volgens mij uh, absoluut niet aangewezen. Een journalist heeft mij verteld dat hij dus toen de regering le terme, aan het vallen was, toen het kernkabinet bijeenkwam, hij op de hoogte gehouden werd door sms-berichten van een van de ministers die aan de vergadering deelnam. Dat is tegen elke plichtenleer. Mm -hmm. En tegen elk politiek fatsoen. Maar het wijst erop dat de media in het algemeen een enorme invloed hebben. Hier was het niet door het bepalen... Van oriëntaties uh, van, voor politieke beslissingen, was het het nieuws. Het hot nieuws, onmiddellijk. Ja. Vanuit een kernkabinet. In strijd met alle plichtenleer voor de minister, maar die dus allemaal hebben bijgedragen. Uh, tot de val van de regering uh, Le Terme. Ja, en nog niet zo lang geleden hebben de media ook bijgedragen bij het ontslag van deze mensen. In Humo vertellen twee journalisten deze week hoe hun toenmalige baas Paul van den Driessen zich eind jaren negentig als hoofdredacteur schuldig maakte aan ongewenste intimiteiten op het werk. Ik wilde uitstappen om naar mijn auto te gaan. Ja, heeft hij heeft mij vastgepakt, proberen zoenen. En ik ben dan wel uh, uit de auto gestapt en naar huis gereden. En dan een paar dagen daarna, ik, ik weet ook niet meer juist precies, ben ik opnieuw bij hem in zijn uh, kantoor geroepen en dan heeft hij opnieuw vastgepakt, proberen zoenen en dan heb ik hem ook van mij afgeduwd en ben mm -hmm. ik buiten gegaan en dat is eigenlijk wat er gebeurd is. Ineens terwijl ik daar sta te wachten op zijn antwoord, steekt hij zijn hand tussen mijn knieën en hij begint zo langzamerhand zo naar boven te gaan mm. en ja ik wist niet wat mij overkwam, ik stond daar dat de beschuldigingen nu gepubliceerd worden, nu ex-CDNV-senator van de Driese, lijsttrekker voor NVA is in Brugge, is volgens NVA geen toeval. De partij ziet er de hand in van de Brugse CDNV. Ja, dat is complete nonsens. Het Calimero-geld is natuurlijk bijzonder groot. Uh, het is niet omdat het regent dat de NVA moet zeggen dat CDNV daar de schuld van Ja, Paul van der die mede onder druk van de media moet aftreden. Hoe heeft u die affaire dan gevolgd? Eerst en vooral, ik heb Paul van den Driesel gesteund toen ik kandidaat was om senator te worden voor onze partij, CDNV. Uh -huh. Ik had goede contacten met hem. Was u al op de hoogte van zijn reputatie toen? Nee, uh, ik was niet op de hoogte. Uh, natuurlijk, Paul was iemand die graag met vrouwen omging, dat wist iedereen. Uh -huh. Maar uh, dat bepaalde punt zeker niet. Zeker niet. Uh, hier gaat het dus, en ook mijn vrouw Miet komt uh, in, in het landschap voor in deze zin, ja. dat zij uh, als lid van de regering, uh, begin van de jaren tachtig, uh, toen ze lid, uh, eerst als parlementslid en ook als lid van mijn regering, zeer actief is geworden op het stuk van wat, men, wat dit probleem betreft. Ja. Ongewenst seksueel gedrag op het werk. Maar die mediabom die ontplofte rond Paul van den Driessen, vond u die terecht? Of is dat hetzelfde als die sms vanuit het kernkabinet naar een journalist? Even onfatsoenlijk. Dat is een moeilijk punt voor mij. Uh, er is nooit klacht neergelegd. Uh, de vrouwen die we daar straks hebben gehoord, uh, zijn zeer expliciet geweest, hebben ook, want ik heb de uitzending dan gezien, het was een tv-uitzending, reislaat, reislaat, ja. als ik me niet vergis, ook gezegd waarom. Uh, ik vind wel dat uh, de ganse problematiek van ongewenst seksueel gedrag uh, op het werk, dat dat aandacht verdiende. En mijn echtgenote Miet heeft daarvoor geijverd als parlementslid, als minister, zelfs op Europees vlak. Toen België voorzitter was mm -hmm. van de Europese Raad, heeft ze dat initiatief genomen. En dit wordt nu algemeen erkend. Maar u weet ook dat heel wat van die voorvallen, bijvoorbeeld het George Gijzen-getuigenissen, in een heel andere tijdsgeest gebeurd zijn. U, u werkte toen ook in de jaren 70, 80. Er was gewoon misschien wel een andere relatie man-vrouw op de werkvloer, of niet? Ik denk dat de relatie man-vrouw op de werkvloer, we hebben die meegemaakt. Hè. Dat bestond niet toen wij kind waren, student waren, toen wij als jonge volwassenen in, in het politieke bedrijf actief werden. Uh, dat is gegroeid, hè. vrouwen hebben meer en meer, Ze hebben, uh, zijn gaan werken. Ja. De relatie man-vrouw op het werk is in die jaren die wij meegemaakt hebben ontstaan, maar natuurlijk ongewenst seksueel gedrag, gans de problematiek die eigenlijk gegroeid is vanuit de Verenigde Staten van Amerika, harassment. Harassment. Mm -hmm. Iemand kon uh, in de Verenigde Staten met een vrouw in zijn bureau, kon niet, de deur moest blijven openstaan om u te zeggen. Ja. Dus op welke manier dat ontstaan is. We hebben dat zien groeien. En ik denk dat het heel belangrijk is dat er dus regelgevingen zijn ontstaan. Uh, een van de resultaten van de actie die Miet heeft ondernomen is dat er een vertrouwenspersoon moet zijn waarbij de partijen aan bod kunnen komen in instellingen, in bedrijven en dergelijke meer. Dat bestond dus niet in de periode waarover getuigd is geworden door die vrouw. Mm -hmm, ja. De naam Miets met is gevallen. U zei daarnet ook, die heeft bij mij in de regering gezeten. Dan wordt er al eens, of er is al dikwijls gefluisterd geweest, er is altijd wat iets geweest tussen meneer Martens en mevrouw Smet. Klopt dat nu of niet? Wel, wij zijn samen politiek zeer actief geweest in het fameuze wonderbulio mm. van de CVP-jongeren. Wij zijn heel vlug geestesverwanten geworden. Ik heb dat vroeger nog gezegd. Wij hebben uh, ook in die relatie van geestesverwanten, van vrienden, eh, dramatische momenten meegemaakt. En we zijn zielsverwanten geworden. Eh, dus eh, Miet en ikzelf hebben altijd ontkend, en ik bevestig dat hier, dat voor wij. Eh, Plannen hebben gemaakt om te trouwen, dat wij geestesverwanten waren, dat mm -hmm. wij vrienden waren. Maar er is nooit sprake geweest toen, toen u samenwerkte, van, van, van een, een relatie. Nee. Nee. En dus. Uh, daar ben ik uh, zeer stellig in. En dus wij. gelukkig hebben we elkaar gevonden op een latere leeftijd. Ja. Als zielsverwanten hebben wij beslist te trouwen. Mm -hmm. Ze is vind ik altijd heel, of ze praat altijd heel warm over u. Onder andere ook nu. Dus morgen, als Wilfried opstaat, is hij altijd wat uh, pessimistisch. Ik ben optimistisch, ik moet er hem altijd wat uittrekken. Um, hij is ook veel ongeruster dan ik. Uh, als wij naar de luchthaven rijden, zal hij zeggen... We gaan het vliegtuig missen, we gaan geen parking vinden, we gaan te laat zijn. Zonnetje in huis. Het zonnetje in huis. Terwijl ik heb dat gevoel eigenlijk nooit. Ik denk altijd dat het wel zal lukken. Het was in Touché vorig jaar. Ja. Um, bent u zo'n pessimist dan? Oh, ik heb altijd een moeilijk moment morgens. En zij slaagt erin om u te dragen. Ja, toe. absoluut. Dus ik ben... Uh, ja, dat komt ook door alles wat ik hier verteld heb. Dat ik dikwijls bezig ben. Uh, ik kan goed slapen, dat wel. Maar als ik wakker word, besef ik plots wat ik allemaal die dag moet doen. Mm -hmm. En dan ben ik... Uh, ik kan dat zeggen, slecht gemutst. Ja. En hoe uh, belangrijk is, is met in uw leven op dit moment? Ah, heel belangrijk. Bijvoorbeeld ook uh, wat de kinderen betreft. Hè. De kinderen zijn nu een hele tijd bij ons, komen zeer regelmatig bij ons. Uh, zij heeft zelf nooit kinderen gehad. Uh, maar zij is dus echt een, uh, eigenlijk ook een moeder voor hen. Hè. Mm -hmm. uh, ze vangt hen op, uh, ze, ze heeft een formidabele gaven. Ze heeft ook uh, nichten, kozijnen gehad in haar leven met wie ze een nauwe band had. Maar ook, vooral met mijn jongste kinderen, maar ook met mijn uh, oudste zoon, Chris, die we regelmatig bezoeken. Met Anne, mijn oudste dochter. Ja. Maar vooral met de jongere kinderen ook. Hè. En dat is heel belangrijk uh, voor hen ook, dat ze dus uh, naast mij ook miet hebben. Hè. Een verzoeknummer van Wilfried Martens. Aan Christie met dag vreemde man. Meneer Martens, waarom kiest u dit nummer? Ik heb het gezegd omdat ik een zeer bewogen liefdesleven heb gekend mm -hmm. en uh, erkende mij in de tekst ook. En bovendien, ik heb is uh, op een vliegtuig aan Christie ontmoet. En dus uh, ik had de combinatie van de twee heeft voor haar een grote sympathie bij mij bewerkt. Ja, ja. En, en welke flarden uit de tekst... Uh... Alles. Dag vreemde man. Dag vreemde man. Daar herkent man. u zichzelf in. Ja. Oké. Okay. Laat het ons dus ook over Europa hebben, want u bent nog altijd, of u bent al 22 jaar, dacht ja. ik, voorzitter van EVP, de Europese Volkspartij. Um, het gaat niet goed met Europa, meneer Martens. En dat is ook Jacques Martin, een professor van de London School of Economics, niet ontgaan. Integendeel, hij heeft vooral oog voor China tegenwoordig. A couple of weeks ago, I was looking at the latest uh, projection by BNP Paribas for when China will uh, have a larger economy than the United States. Goldman Sachs projected 2027. The post-crisis projection is 2020. And the IMF er to Het is 2016 dat China alles en iedereen voorbij steekt. Ja, de Verenigde Staten blijkbaar sowieso, maar Europa hinkelt, hinkelt achterop. Hoe voelt u zich bij die hele Europese crisis? Ik heb de opgang meegemaakt. Het tot stand brengen in de tachtiger jaren van de eenheidsmarkt. Het tot stand brengen van de euro. Ja. Van de economische en monetaire unie. En sinds twee jaar, meer dan twee jaar, zitten we in een donkere tunnel. Is dat iets wat u, wat u persoonlijk in donker e e inziet ook? Wel, dat is begonnen in mei 2010. En er is, zijn geen beslissingen genomen die dus een alt hebben toegeroepen aan dat proces van onzekerheid. En dus vandaag zitten we opnieuw in een zeer ernstige situatie. En dat heeft een enorme invloed op mij gehad. Mhm. Mm ik heb de periode meegemaakt van de twee grote ervormingen, het tot stand brengen van een eenheidsmarkt en van een economische en monetaire unie. En dus nu is dat groot probleem en de vraag is er een uitkomst en wanneer gaan beslissingen worden genomen om dus de crisis Definitief tegen te gaan. Dan vraag ik het gewoon: is er een uitkomst? Er is natuurlijk een uitkomst. Waarom doen we dat dan niet? Ja, de bedoeling was om, uh, na het tot stand brengen van de euro, ook een echte uh, unie te maken, een begrotingsunie, een unie met bevoegdheden Europees voor de begroting, mm -hmm. uh, om ook een economische unie te maken en ook een politieke unie te maken. Dat lag allemaal in. Als een ge, dat was het perspectief van wat we toen gedaan hebben, was dit allemaal. Dat is dus niet volledig. Dat is voor een klein gedeelte of voor een onbeduidende manier is eraan gewerkt geworden. En men is door de omstandigheden, wegens het tot uitbreken van de financiële crisis uh, in 2008. Is ook gans het systeem dat we hebben opgebouwd in gevaar gekomen? Maar is dit het einde van Europa, denkt u? De, het einde van, van de euro? Is, zit u het zo somber in? Angela Merkel en uh, Sarkozy, Nicolas Sarkozy hebben dat zo gezegd op onze congressen. En ook bij andere gelegenheden. Ik kan dat niet geloven, maar ik leef daarmee. Dus Merkel en Sarkozy hebben al gezegd het? Nee, nee, ze hebben gezegd. Als de euro verdwijnt, is dat een, een zeer zware slag, een fatale slag mm -hmm. voor de Europese Unie. Dat hebben ze gezegd verschillende keren. En daarom waren ze ja. overtuigd dat men maatregelen moest nemen om dus de eurocrisis te overwinnen. Ja, maar die maatregelen komen maar niet. Hè. Of, toch niet goed, of toch niet voldoende. We zitten natuurlijk in een situatie waar verschillende publieke opinies tegenover elkaar staan. De Duitsers hebben een bepaalde opvatting de zuidelijke landen en andere. Uh, en dus er zal absoluut in de komende weken en maanden uh, zal er dus een gemeenschappelijk standpunt moeten worden ingenomen. Uh, zo niet, uh, zullen wij de lasten blijven dragen en blijven de risico's bestaan voor het ganse stelsel Doet u een voorspelling. van de euro. Wel, ik denk, uh, ik hoop dat het deze zomer... Niet dramatisch wordt en dat men zeker eind augustus, begin september uh, tot uh, beslissingen zal komen die echte antwoorden zijn. Aan de andere kant, populistisch geef ik uh, Griff toe, maar als je u, als u dan hoort over noodfondsen van 800, 900, 1000 miljard, dan vraag ik mij ook af waar zijn we nog mee bezig? Is het dan niet beter om gewoon te zeggen we verdelen de meubelen en laat ons ieder gewoon terug doen waar we goed in zijn? Dat zou een enorme terugval zijn. Er is geen oplossing voor de Europese landen en volkeren dan in samenwerking in het kader van de Europese Unie. De enige weg is voor... Als wij de toekomst willen veiligstellen voor de opkomende, voor de jongere generaties, moeten we dat doen. Dat is een absolute zekerheid. Dus nog meer Europa. Ik heb de toespraak van Jacques Martin grondig bekeken en beluisterd. Hij spreekt over China, over de diversiteit... En ook uh, over het, van dat land, maar de eenheidsfactor is wat hij noemt een beschavingsstad of staat. En dan kijk ik naar het Europees Verdrag. Mm -hmm. Het is de enige tekst waarvan ik een zin zal lezen. Artikel 2 van het Europees Verdrag zegt... Dat de waarden waarop de Europese Unie berust zijn eerbied voor de menselijke waardigheid, vrijheid, democratie, gelijkheid, de rechtsstaat, eerbiediging van de mensenrechten, waaronder de rechten van personen die tot minderheden behoren. En deze waarden hebben de lidstaten van de Europese Unie gemeenschappelijk in een samenleving gekenmerkt door pluralisme, non-discriminatie, verdraagzaamheid. Rechtvaardigheid, solidariteit en gelijkheid van vrouwen en mannen. Dat is een beschavingsmodel. Dit is een Europese beschaving. En zoals de Chinezen moeten wij bekwaam zijn om dat tot stand te brengen. Maar we moeten de dringende problemen oplossen. En die dringende problemen houden verband met de eurocrisis. En dus de huidige leiders van de Europese Unie moeten dat tot stand brengen. Want zoals. Jacques Martin zegt, de Chinezen gebonden zijn door een beschavingsmodel. Er is geen democratie. Mm -hmm. Dat is nog een andere kwestie. Ik wil daar niet op ingaan. Maar in Europa hebben wij democratie. En hebben we de basis hier in het verdrag voor een beschavingsmodel. En dat moeten we tot stand brengen. Maar we moeten bekwaam zijn om de dringende problemen die op ons zijn afgekomen op te lossen. The Hungry Kids of Hungary waren dat nog even. Eat your heart out. Dit was twee uur lang touché met Wilfried Martens. Dank meneer Martens voor uw aanwezigheid en uw uitleg. Morgen luistert de...